Internationale Dag van Fotografie. Vaarwiel wordt dieper gemaakt. En geen getuigen meer in 8 december zaak. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Jaarlijks wordt op 19 augustus de Internationale Dag van Fotografie herdacht. Er wordt dan stilgestaan bij de positieve invloed die foto's en fotografen hebben op de samenleving. Een goede stand, belichting en je camera stilhouden. Dit zijn enkele van de dingen waar fotografen rekening mee moeten houden tijdens het fotograferen. Op 19 augustus is er de Internationale Dag van de Fotografie. Harry Villisse is een van de bekende fotografen in Suriname en staat bekend voor het vertellen van verhalen door fotografie. Ja, ik kom uit een creatieve familie en mijn oudere broer die deed video en fotografie en ik ben hem eigenlijk gaan volgen en uiteindelijk ben ik het ook begonnen met fotografie. Ik heb op den duur mijn eigen camera gekocht en daar is het begonnen door middel van zelfstudie, heel veel fotograferen, een beetje op pad gaan, dus echt heel veel doen. Fotografie voor mij is eigenlijk een gevoel. Als je naar mijn foto's kijkt, zie je echt van ik ben meer gefocust op portretten. Maar ik probeer altijd een gevoel te presenteren met mijn foto's. Tegenwoordig kun je foto's maken waar en wanneer je wilt. Maar dit is lang niet altijd zo geweest. De eerste foto is in 1826 gemaakt door de Fransman Joseph Nicéphore Niépce. Hij besmeerde een koperen plaat met lichtgevoelig asfalt, stak de plaat in een camera obscura en liet het zonlicht 8 uur lang op de plaat schijnen. Door de jaren heen heeft de fotografie veel ontwikkelingen doorgemaakt. Met of zonder geweldig apparatuur kan een foto er altijd geweldig uitzien. Om mooie foto's te schieten heb je geen geweldige camera nodig. Natuurlijk heb je een camera nodig, maar het hoeft niet geweldig te zijn. Belangrijk is dat je weet wat je wil schieten en wat je wil vastleggen. Als je een telefoon hebt die redelijk goede foto's maakt, kan je al prachtige foto's maken. Een foto kan het verhaal van een persoon vertellen of een herinnering zijn voor een bepaald moment. Net als films en boeken kan een foto zeer sterke gevoelens overbrengen, ons in ons ziel raken, onze stemming beïnvloeden en ons verleden doen herleven. Het is een foto van mijn dochter geweest. Het is een graffiti artist die die foto heeft gebruikt en als een muurschildering heeft gemaakt. En op de eerste instantie ben je van wauw, weet je, mensen sturen berichten van Harvey, is dit niet jouw foto? En ik zei van ja, dus uiteindelijk die graffiti artist wist niet dat het mijn foto was, want het is online, weet je, mensen pakken gewoon foto's online. En uiteindelijk heeft hij me gecredit van, hey, dit is de fotograaf. En ik vind het geweldig, weet je. Ik vind het interessant en ik zou willen leren hoe hij het doet en zo. Want wanneer ik die foto's soms zie, ben ik echt, wauw. Fotograferen is een van de inspirerende en spannende activiteiten. Het kan je aanmoedigen om avonturen mee te maken, de wereld op een heel andere manier te zien en andere mensen ontmoeten. Dit alles terwijl je iets creëert dat heel uniek is voor jou. De vaargeul wordt dieper gemaakt en Tasmaanse tijger weer in leven. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Een groep van Amerikaanse en Australische wetenschappers zijn gestart met een project om de Tasmaanse tijger weer tot leven te brengen. Dit willen ze doen door middel van het gebruiken van stamcellen en natuurlijk de nieuwe technologie voor het bewerken van de genen. Een stamcel is een cel die zich makkelijk kan ontwikkelen binnen het lichaam. Het kan uitgroeien tot verschillende cellen zoals het huid- of bloedcel. Wetenschappers zijn van plan een stamcel te nemen van een levend dier met vergelijkbaar DNA van de Tasmaanse tijger. De technologie zal gebruikt worden om de cellen te verwerken. Het idee om de Tasmaanse tijger terug te brengen bestaat al meer dan 20 jaar. De laatste stierf in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen duizenden mensen in Australië kwamen wonen. Er werd op ze gejaagd, wat ook heeft geholpen aan het sneller uitsterven van dit diersoort. De laatste gevangen tijger stierf in 1936. Het is de bedoeling over 10 jaar al de opnieuw gemaakte tijger te presenteren aan de wereld.
Dit zal het eerste geval zijn waarbij een uitgestorven dier weer in leven gebracht wordt. De vaargeul in de Suriname rivier wordt verder uitgediept naar 5,4 meter. Een vaargeul is de vaarweg in een rivier dat diep genoeg is voor schepen. Dit besluit werd genomen nadat de vele voordelen die het verdiepen zou hebben voor ons land werd besproken. Dan krijg je een nieuwe kaardiepte van 5,5 meter, waardoor de schepen meer cargo kunnen vervoeren op de eerste plaats. En op de tweede plaats heb je dat schepen niet per se hoeven te wachten op hoogwater om de rivier binnen en uit te varen. Dit werd bekendgemaakt door de regering aan de verschillende werkpartners die betrokken zijn bij dit project. De directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, Michel Amafo, gaf aan dat het verdiepen vooral nodig is voor de bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie. Verder gaf hij te kennen dat deze stap zal helpen de economie van Suriname te verbeteren. De eerste baggerfase startte in oktober 2021. Baggeren is het dieper maken van de vaarweg in de rivier voor grote schepen. De volgende baggerfase, fase 2, start in oktober van dit jaar. Afgelopen woensdag was de tweede zittingsdag van het hoger beroep in het 8 december strafproces. Er zijn een aantal getuigen gehoord en het Hof is tot de conclusie gekomen dat er geen getuigen meer gehoord zullen worden. Dit aan de hand van de verklaringen en het feit dat er ook geen getuigen meer zijn die kunnen worden opgeroepen. Tijdens de tweede zittingsdag van het hoger beroep in het 8 december strafproces zijn 4 verdachten en getuigen gehoord. Tijdens de zitting zijn ongeveer dezelfde verklaringen afgelegd die al bekend waren bij het Hof. Waaronder ook die van meneer Graanoogst die eerder verdachte was, maar nu getuige is in de strafzaak 8 december moorden. En wat is er precies gebeurd op 8 december? Was u daar aanwezig? Nee, ik was daar niet aanwezig. En hoe of wanneer heeft u de bericht gehoord dat er executies hebben plaatsgehad? 9 december bij de regeringsvergadering waar meneer Bouders de regering Nijhorst heeft geïnformeerd. Wat heeft u toen gedaan? We hebben onze portefeuille ter beschikking gesteld van de militaire leiding. Je portefeuille ter beschikking stellen wil zeggen dat jij je ontslag indient. Dus nadat bij meneer Graanoogst bekend was wat er was gebeurd op de avond van 8 december 1982, heeft hij meteen ontslag genomen. En bent u op de hoogte, want u had een hoge functie destijds, wie de opdrachten zou hebben gegeven? Om de mensen op te halen? Dat komt van de legerleiding. En de executies? Dat is wat men uitzoekt. Omdat er mensen zijn doodgeschoten wat volledig, volstrekt niet in een militaire operatie past. U bent zeker tegen de moorden geweest? Oh ja, tuurlijk. En men praat over de CIA die bezig was. Wat is er daarvan waar? Er is alles van waar. Ook meneer Van Haper is van waar. Het enige, we willen ons niet focussen dat in die periode. En het staat allemaal in boeken. Het staat wat men van plan was met Suriname. Het staat ook dat deze mensen niet onschuldig waren, maar juist verzetstrijders waren. En bezig waren in een groter verband, binnen en buitenland, om het wettig gezag van toen omver te werpen. Het is inderdaad zo dat er over is geschreven en dat de Verenigde Staten van Amerika vaker is beschuldigd van het vernietigen van regeringen in Zuid-Amerika. In dit geval wordt vermoed dat zij de regering van de coup in Suriname zouden willen overnemen en dat de 15 slachtoffers hun daarbij zouden helpen. Maar dan is het niet meer de vraag of het waar is of niet, maar wie het waar genoeg vond om 15 mensen van het leven te beroven. Op 31 oktober is de volgende zittingsdag. Het hoger beroep in het 8 december strafproces zal dan voortgezet worden met de hoofdverdachte in de zaak. Desiree Delano Bouterse zal dan wel zijn verklaring afleggen, zegt zijn advocaat Erwin Kanhai. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend en tot volgende week. Thaiboksen is mijn passie. Daar gaat bijna al mijn tijd in zitten. Als ik niet bezig ben met lessen verzorgen, trainen of in wedstrijdvoorbereiding, dan zit ik gewoon thuis, naar een kwartje mooi pokoe en naar een mooie film kijken.
Om goed te performen op het hoogste niveau zijn consistentie en excellentie vereist. Dat verwacht ik van mezelf zodra ik in de ring stap. En deze eisen stel ik ook aan mijn bank. Bankieren doe ik daarom bij Finabank, omdat ik het prettig vind om gelijk en goed geholpen te worden wanneer ik vragen heb over mijn geld. Mijn rekening bij Finabank opende ik digitaal vanuit mijn mobiele telefoon. En alle vragen die ik had over een pinpas, creditcard of online banking stuurde ik gewoon in een DM. Nu doe ik al mijn zaken via mijn mobile banking app. En als ik toch vragen heb, stel ik die via de bankmail of social media. Echt superhandig hè, hoe nu alles digitaal kan. Als het op de keuze komt voor een bank, is die snel gemaakt, want ook voor mij is stilstaan geen optie.